Welkom bij Oxpellers, altijd leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Tainted Grail, The Fall of Avalon, uitgegeven door Awakened Realms. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers en je bent ongeveer 2 tot 3 uur bezig per hoofdstuk. En het hoofdverhaal heeft 14 of 15 hoofdstukken in die richting. En dan heb je nog een aantal extra verhalen waar je je op kan storten. Maar wij kijken naar de basisbox. Dit verhaal speelt zich af in de tijd van koning Arthur of kort daarna. Die omgeving. Maar er is van alles nog wat misgegaan. Camelot is niet meer wat het is. De ridders van de ronde tafel. Een paar zijn er dood. Sommigen zijn misschien twisted. En het hele land is in chaos. En de enige manier om een beetje de duisternis te weren is door magische menheers, grote stambeelden, te ontsteken. Zodat die in ieder geval wat licht schijnen over het land. Waardoor we in ieder geval veilig rond kunnen lopen. En wij gaan in dit avontuur proberen duidelijk te krijgen: wat is er nou gebeurd? Hoe heeft dit zover kunnen komen? Door de missies te voltooien, te praten met de mensen die we tegenkomen, de figuren die we tegenkomen, locaties te onderzoeken en zo worden we meegenomen in dit verhaal. Het is een verhalenspel waarbij de nadruk ook echt op het verhaal ligt. En het is super gaaf om te zien hoeveel werk daarin gestoken is. Maar laten we gewoon maar eens gaan kijken wat er precies in deze box zit. Het spel is bedacht door Christophe Piskorski en Marcin Suricot. En wij krijgen, even voor je beeldvorming, ik heb de Kickstarter editie en ik heb de E-Raptor insert. Als je daar meer over wilt weten, er is een apart filmpje van. Maar daardoor ziet mijn inleden nog even wat luxer uit. En heb ik hier niet alle componenten in zitten. Ik heb ze gelijk gemixt over de verschillende boxen. Maar wij krijgen natuurlijk het regelboek in het Engels. Op zich prima. De regels op zichzelf zijn niet zo complex. Wat ik al zei, dit spel leunt vooral op het fantastische verhaal wat op de achtergrond ligt en wat je allemaal ontdekt. Maar je wordt gewoon meegenomen door de verschillende stapjes met prachtig artwork en duidelijke kopjes. Dus redelijk makkelijk om doorheen te kijken. Nog een keurige summary op de achterkant en een index, zodat we snel naar bepaalde termen kunnen gaan. We krijgen dit soort sheetjes. Dat is een safe sheet. Nou, het is niet waarschijnlijk dat je alle 15e hoofdstukken in één ruk doorspeelt. Elke keer als je stopt kun je hier zo opschrijven wat de statistieken zijn, waar je bent, welke manieren je aan hebt en welke titels je allemaal al ontdekt hebt. Dan hebben we het Exploration Journal. Alle locaties die we tegenkomen, die kunnen we ontdekken. En die staan hierin, bijvoorbeeld locatie 112. En daar staan alle verschillende opties in en hoe je daar mee om kan gaan. Er is ook een fantastische app. Dan hoef je de verschillende stukjes flavor niet voor te lezen. Dan wordt dat voorgelezen. En daarin staan ook de opties die je kunt kiezen. Dan heb je ook iets minder dat je vooruit kan lezen. En achterin hebben we in het blauw de BOS, de Book of Secrets. En daar staan nog een aantal secrets in die we tegen kunnen komen. De Book of Memories. Je bent wakker geworden in deze wereld, maar je bent je eigen geheugen gedeeltelijk kwijt. Ik ga voor jullie met Niam spelen. En langzaam maar zeker probeer je door bepaalde opdrachten te voltooien je geheugen terug te krijgen. Nou, elke character heeft 10 geheugen passages die je kunt ontdekken door bepaalde opdrachten te doen. Dat zit in de Book of Memories. Een stukje achtergrond over jouw karakter, prachtig weergegeven. Je krijgt een spelersbordje en in dat spelersbordje klik je gewoon het karakter wat je gaat spelen. En wat ook leuk gedaan is, ik heb hem er al op gezet, dit is je health marker. Maar die heeft 2 van die vleugeltjes en die beperkt dus ook de andere tracks. Nou, hier hou je je statistiek op en je grondstof, gaan we natuurlijk zonder aan kijken. Elk karakter heeft zijn eigen deck met een aantal speciale eigenschappen die je dus vrij kan spelen door je geheugen vrij te spelen, je special ability en je starters deck. En ik zal zo meteen uitleggen, want daar zit nog enige complexiteit in. Dan hebben we een heleboel kaarten. We hebben de verschillende chapters die de verschillende verhalen opleveren. We hebben een event deck. We hebben 4 soorten encounter decks. Diverse kaarten die voor het een en ander gebruikt worden. Bijvoorbeeld als je gek wordt. En zo zijn er nog meer kaartjes die we hier vandaan halen. De secret kaarten, de item kaarten, de ability, de attribute upgrades. De diverse locaties waar we naartoe kunnen gaan. Allemaal dubbelzijdig, waar ook nog een stukje verhaal op de achtergrond staat als je ze ontdekt, maar ook dat kun je gewoon via de app doen. Reference kaarten, de markers die we gebruiken voor het spel. Wat ik al zei, dit is een inlay die dus niet standaard bij het spel komt. Super gaaf, 3D geprint, ziet er echt mooi uit. En ook dit hele ding kun je eruit halen.
En is dus ook nog een keer aan de zijkanten prachtig bedrukt. En voor je miniatuurtjes bekleed aan de binnenkant. We hebben de verschillende karakters die we kunnen spelen. En een paar monsters. We hebben de grote menheers die we aan moeten steken om het land te verlichten. En dan hebben we een heleboel kaarten voor de verschillende karakters en het opbouwen van je decks. Dat is wat we krijgen. We krijgen natuurlijk nog veel meer karakters. Maar zoals ik al zei, ik heb een beetje verdeeld over een aantal boxen. Maar dit zijn de main components. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin uit. Ik heb het even opgezet voor één speler. Elke speler kiest een karakter. Je krijgt gewoon een karakterbord. En je kiest een van deze karakterkaarten. En op de achterkant staan je startstatistieken. In dit geval, Nian begint met 1 punt in elk van de 6 attributes. En zij begint met 1 voedsel en 1 wealth. Hier heb je nog een stukje achtergrondverhaal. En dan leg je er op de andere zijde naar boven op je bord. Daar staat je speciale eigenschap en je infamy, het nadelige effect. Dan moet je je combat en je diplomacy deck gaan pakken. Nian is een rood character, dus dan zoek je de kaarten met hieraan een rode oranje wimpel. Dat zijn de startkaarten, die vormen je startdeck. En dan heb je een setje combat kaarten en zo heb je ook een setje diplomacy kaarten. Dan hebben we natuurlijk nog de upgrades, want deze dekjes gaan we naarmate we spelen beter maken. En die upgrades, die herken je aan de ene kant aan de unieke kaarten met de naam van jouw karakter erop, de Nian kaarten. En de andere hebben het rode aura en geen wimpeltje. En die mix van kaarten, die vormen zowel een upgrade voor je combat. En dan leg je de Advanced Pool bovenop, zodat je ze niet per abuis met je gewone deck verwisselt. En datzelfde doe je dus ook voor de Diplomacy decks. Verder krijg je je miniatuurtje. Je krijgt je introductieverhaaltje, wat je natuurlijk eventjes voorleest, zodat iedereen een beetje weet waar je vandaan komt en wat je achtergrond is. Je krijgt je unieke blaadje met de memories die je terug kan halen. En als je een aantal memories hebt, 3 stuks, krijg je bepaalde kaarten die je ook weer kan gaan gebruiken. Speciale sterke eigenschappen. En tot slot, als je ze alle 10 gedaan hebt, krijg je de Finding Yourself kaart. De Redemption kaart. Hier hebben we nog een aantal reference kaarten neergelegd. Dan hebben we het hoofdbord waar we gaan spelen. We gaan hier ruimte maken voor de wereld. We hebben de item en secret kaarten, de markers, de 3 menheers. We hebben de verschillende locaties waar we naartoe kunnen gaan, de random events. En we hebben de gewone events. En dan beginnen we natuurlijk bij chapter 1. En ik heb de app erbij gelegd, dan kan jullie gelijk even daar doorheen meenemen. Maar ik zal ook even uitleggen hoe het werkt als je het boek gebruikt. Omdat dit een verhalenspel is, zal ik mijn best doen om zo min mogelijk te verklappen van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik zal jullie bij de introductie toch een stukje mee moeten nemen. Maar elk chapter heeft een chapter setup kaart. Dit is natuurlijk chapter 1, setup, front. Prepare the event deck, find all parts of chapter 1. Nou, chapter 1 bestaat uit 6 hoofdstukken, part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, die leggen we op volgorde, waarbij 1 bovenop komt. Follow the instructions on the back. Build for your initial encounter decks, grey, green, purple, blue. 1 speler, alleen de kaarten met een moeilijkheidsgradatie van 1. Die decks moeten we gaan schudden, die ga ik zo meteen nog eventjes neerleggen. En dan doen we ook nog een your first encounter bovenop, zodat je een beetje rustig kan beginnen. You're now ready to start chapter 1 of Fall of Avalon as your first action of the game. Try exploring your starting location. Nou, de startlocatie gaan we zo meteen klaarleggen. Remember to read the instructions on the exploration, etc. Discard this card and reveal the top card of the event deck. Nou, dan gaan we de bovenste kaart opdoen en daar staat eigenlijk het verhaal wat wij gaan doen. Ancient Knowledge. Place this card on the active quest pile. Nou, een stukje flavor. The quest, earn a menhir's rights secret card. To do so, you will have to explore the locations surrounding Kunach. En dat is locatie 101, dus dat moeten we gaan ontdekken. Success, as soon as you have the menhir rights, resolve chapter 1, part 5, event deck, etc. En verder staat hieronder ook weer een hint. We beginnen het spel in Kunach. Kaart 101, daar krijgen we een menhir op met een aantal ticks. En dat doen we middels zo'n disc. Afhankelijk van de hoeveelheid spelers. In één spelerspel hebben we 8 rondes voordat de menheer uitgaat.
Men is geven licht in de 8 vakjes daaromheen. Zolang er verbindingspijltjes zijn, leg je die kaarten gelijk neer. Dus hier komt 103. En dat zie je allemaal op die kleine pijltjes hier onderaan staan. En hieronder komt 105. Dus dit is het stuk van de wereld wat we op dit moment zien. Zou ik bijvoorbeeld hier naartoe gaan, dan krijg ik 108 ook te zien. Maar er zit geen pijl naar boven, dus deze krijg ik niet te zien. Daarvoor zal ik eerst hier naartoe moeten reizen. Nou, en op die kaarten staat natuurlijk van alles en nog wat, gaan we zo meteen bekijken. Maar zo zit het hem op. Elk hoofdstuk geeft dus zelf aan wat het doel is. In dit geval moeten we de Menhir Rides secret kaart vinden. De tips die erbij staan geven aan van, joh, ga vooral praten in het dorp en met alle mensen daaromheen. Dus laten we maar eens een potje gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 3 fases. Als eerst hebben we de start of day fase. Menhirs die expired zijn, oftewel als de klok naar 0 gaat, die worden verwijderd. En daarbij ook alle locaties waar zij licht op schijnen, die niet door een andere menhir beschenen worden. Daarna draai je de klok van elke menhir eentje terug. Dus deze gaat nu van 8 eruit naar 7. We gaan eventuele time tokens weghalen. Soms heb je dat je iets krijgt wat een aantal beurten goed is. Nou, dan gaat die aan het begin van de ronde gaat er 1 time token af. We gaan het volgende event opendraaien. Nou, in dit voorbeeld hebben we daar de chapter setup, dus de introductie van onze kweesten. Guardians, dat zijn bepaalde monsters die over de wereld heen bewegen. Die kunnen verplaatsen op dit moment. Daarvoor gebruik je deze dobbelsteen. Daar staan eigenlijk de 4 windrichtingen op. Je gooit hem gewoon met een kruisje. Dan heb je heel veel geluk, want dan wordt de Guardian weggehaald. Anders beweegt hij in de windrichting, in dit geval het noorden. Als dat niet kan, blijft hij gewoon staan. En als je de blanco zijde gooit, blijft hij ook gewoon staan. Ook daarbij is het belangrijk om te onthouden, als de Guardian zich op een landtegel bevindt en de menhir die die landtegel verlicht gaat uit, dan worden die kaarten verwijderd en wordt de Guardian ook automatisch weggehaald. Maar in mijn voorbeeld hebben we geen Guardians, dus dat skippen we ook. Moet je voor besluiten welke items je actief gaat houden en welke secret kaarten je actief mag houden. Die verschillende kaarten, ik zal er even een paar laten zien. Tijdens het spel ga je natuurlijk allerlei items vinden. En sommige items hebben een specificatie, zoals armor of weapon. En je mag van elk van die specificaties er maar 1 actief hebben. Dus als ik deze 2 armors heb, dat is allebei hetzelfde, dus het maakt niet zoveel uit. Maar dat betekent dat ik 1 van die armor kaarten gesloten voor me neerleg. En alleen de open kaarten werken voor mij. Je kunt gewoon die 2 sets armor aan hebben. Dat is op zich logisch. En zo geldt het dus ook voor weapons, relics en alle andere tekstjes die hier bovenaan staan. Maar daar heb ik nog geen last van, want we zijn net vers begonnen en dat heb ik nog niet. Maar dat is de eerste fase, de start of day. Dan, during the day, gaan wij om de beurt, als je met meerdere spelers bent, acties uitvoeren. Je hebt hier jouw actiepunten. En er zijn een aantal standaard acties die je altijd kan doen. En er zijn natuurlijk acties die afhankelijk zijn van jouw karakter of van bepaalde locaties. Nou, daar staat altijd de kosten bij. Het symbool is dat groene rennende mannetje, zoals hier afgebeeld. En daarin zitten standaard acties zoals 1 stapje bewegen, links, rechts, bovenonder. Kost je 1 energie. Dus dan haal je, mag ik dit bordje even hier neer voor de duidelijkheid. En dat kost je dus gewoon 1 energie. Als je beweegt, let even op locaties met een bliksemschicht, want dat betekent dat je gelijk dat die ability triggert. De tweede optie is het exploren. Als je op een locatie staat, kun je die locatie exploren. Kost je ook 1 energie. Als je de app gebruikt, typ je dus gewoon in 101. Dat is de nummer van de locatie die ik explore. En dan gaat de app al vertellen wat er gebeurt, wat je ziet. A deep feeling of loss fills everything in Kurnat. From dilapidated farms to the sunken eyes of those who remain in town. En nadat ze de introductie heeft verteld van wat er, wat je ziet, wat voor locatie er is. En dit staat dus ook op de achterkant van de kaart. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan staan ook gelijk de opties die je krijgt, staan erop. En die staan hier in de app ook weer weergegeven. Nou, dit voordeel van de app is dat je dus niet die miniatuurtjes eraf hoeft te halen. En de app houdt je hand vast terwijl je er doorheen gaat. Rechtsbovenin zie je nog een paar symbolen. Die staan ook op de locatie. Dit betekent dat het een menhir locatie is. Nou, dat is logisch. We zien daar die grote menhir. En dit betekent dat het een dream locatie is. Dus als je de nacht daar doorbrengt, krijg je een droom.
Nou, dit is het introductie. En dan voordat je een actie gaat doen, staat er check before action. En dan zegt hij, heb je de winds of weirdness status? Nou, als je die hebt, klik je daarop. Als je secret card 66 hebt, klik je daarop. En als je de hunter's mark status hebt, klik je daarop. Hebben wij in het begin allemaal nog niet, want we zijn net begonnen. Dus dan gaan we naar de gewone acties. Select een actie. En dan kunnen we dus in dit geval visit the family of the champions from the first expedition. We kunnen de townsfolk vragen of ze ons helpen met het voorbereiden. We kunnen een dag rusten in ons eigen thuisdorp, in ons dorp. En we kunnen door de steegjes lopen die verwrongen zijn door de weirdness. Maar dat mag alleen als de man hier niet in deze locatie staat. En we kunnen leave. Nou, we kunnen bijvoorbeeld zeggen van nou, we gaan de townsfolk voor help vragen. We klikken erop. Je krijgt weer een stukje verhaal. Ik skip het even voor jullie. En dan zegt hij, als je minstens één reputatie hebt en je hebt niet de scroucher status. Nou, dan ga je dus even checken. Mijn reputatie is op dit moment 0. En omdat we net begonnen zijn, dit is een oud papiertje, daar ben ik al mee bezig. Maar dan hebben we die status ook niet. Ik heb geen één reputatie. En ik heb ook de scroucher status niet. Dus om dit te kunnen accepten moet ik eerst reputatie halen. Dus ik moet nu reject kiezen. En dan zegt hij exploration ends. En dat betekent dat je actiepunt voorbij is. En dan zul je opnieuw naar deze locatie terug moeten gaan om een nieuwe optie te kiezen. Nou, zo heb je een beetje een idee hoe het werkt. Als je dat in het boek bekijkt, eigenlijk hetzelfde mechanisme. Locatie 101, introductie. Als je dit hebt, anders kies. Ask the townsfolk to prepare, ga naar vers 3. Dan ga je naar vers 3. En dan zie je hier zo staan, een stukje verhaal weer. Als je minstens dit en dit hebt, exploration ends, gain one random item. Hier zie je ook al gelijk wat je krijgt. Dus dat is het nadeel van het boek. Ja, daar staat alles natuurlijk gelijk al uitgelegd. In de app wordt je meegenomen. Soms krijg je dit te zien als uitleg, als je de app niet gebruikt. Dit is een heel grappig mechanisme. Dat werkt met deze tokens. Die zijn dubbelzijdig, een graalzijde en een schedelzijde. En er staan cijfertjes rondom. Dus die leg je op de juiste positie. En dan hoop ik dat hij er niet afglijdt. En dan zie je dus dat hij nu wijst naar een 2. En als ik hem zo draai, wijst hij naar een 1. En dan moet ik hem omdraaien. En dan een 5. Dus 215. En dat betekent dus dat ik in de Book of Secrets naar 215 ga. Maar dat is het boek. Werkt op dezelfde manier als de app. Alleen, je hebt alles in één keer. Dus ook zonder app kun je het gewoon prima spelen. Maar dat is actie 2, optie, het exploren. Dan heb je location actions, zoals ik al zei. Als er op een locatie ook een actie staat afgebeeld, dan kun je die doen. In dit geval taken voor de dorpelingen. En dan krijg je één reputatie. Dat mag je één keer per dag doen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, oh, oké, ik weet dat ik die één reputatie nodig heb. Dus ik spendeer een actie. Krijg ik één reputatie. En dan ga ik nog een keer naar die locatie. En nu kan ik hem wel doorzetten. Want nu heb ik me minimaal één reputatie. En ik heb die scrounger status niet. En dan zou ik dus die dorpelingen om hulp kunnen vragen. Om mij voor te bereiden. Dus het is heel belangrijk dat je onthoudt wat die verschillende verhaaltjes vertellen. Want dat geeft jou sturing en richting in de acties die je gaat doen. De derde optie is het inspecteren van de menheer. Nou, als je op een locatie bent, en ook hier kun je de app voor gebruiken. Zoals ik zei, dit is de droomlocatie. Dit geeft aan dat het een dorp is. Groene ring betekent een vriendelijk dorp. Rode ring betekent een wat minder vriendelijk dorp. En dit paarse symbool is de menheer. Als dit erop staat, mag je voor 0 bekijken. En dat staat altijd hier onderaan bij het paarse menheer symbool. Hoe je de menheer kan activeren. In dit geval moeten alle karakters er zijn. Je moet de menheer secrets, right secrets kaart hebben. En de Stone Shapers Tool Secret kaart. Dus dat zijn de twee dingen die je nodig hebt. En als je die hebt kun je 2 energie betalen. 2 health, 2 wealth en 2 magie per speler. Om de man hier weer neer te zetten. En dan komt zijn dial op 8-1 per speler. Verder zijn er natuurlijk acties afgebeeld op items, op je characterkaart enzovoort. En tot slot kun je passen als je zegt van ja, ik wil niks meer doen. Jullie zien dat je in principe 6 energie hebt. Ik moet trouwens mijn health nog even naar 100% zetten. Dit zijn bonussen. Daar moet je items of abilities voor hebben die zeggen dat je die plus 1 krijgt. Maar in principe heb je 6 energie. Maar zodra je naar 1 of 0 gaat, wordt het rood. En dat noemen ze het exhausted. Wat is het nadeel? Aan het einde van de dag gaat je energiemeter gewoon weer terug naar zijn max. Tenzij je exhausted bent, dan krijg je er gewoon 4 bij.
Dat wil zeggen dat als ik al mijn energie gebruik op 0, dan ga ik dus naar 4. En dan heb ik wel 4 energie. Maar wil ik weer helemaal naar 6 gaan, dan zou ik maar 2 energie kunnen gebruiken. Dan aan het einde van de dag rusten en dan kom ik weer op 6. Dus dat is dat 1 en 0. Nou, verder zien jullie dus dat dat helftmetertje heeft vleugeltjes. En die gaat beperkingen opleveren op het moment dat je helft te laag komt. Tot slot hebben we hier terror. Als dat te hoog wordt, dan ga je insane. Dat heeft ook nadelen natuurlijk. Want dan moet je een You Are Going Insane kaart pakken. En dan volg je de instructies op de achterkant. Maar zo gaan we onze energie spenderen en doen we de verschillende acties die er zijn. Dan gaan we dus de locaties verkennen en kijken wat er gebeurt. Dan hebben we natuurlijk nog een aantal statistieken die hier omheen zitten. Dat verschilt per character. Die statistieken die kun je upgraden. Daarvoor moet je experience points betalen. Dat is een heel handig overzichtje hier. Het is wel een bijzonder mechanisme, want deze twee statistieken zijn aan elkaar gelinkt. En zo zijn dat ook die twee en die twee. Dat noemen ze een attribute pair. En het aantal blokjes wat je in een attribute pair hebt, bepaalt de kosten om daar een blokje bij te krijgen. Dus ik heb in al mijn paren heb ik 2 zitten. Dus dat betekent dat ik een derde punt erin ga stoppen als ik ze upgrade. Dus om een derde point in een attribute pair te stoppen, moet ik 6 experience points betalen. Die kan ik dan betalen en dan kan ik zeggen van nou, ik ga vanaf, laten we zeggen courage, ga ik 1 omhoog. In dit pair heb ik nu 3 zitten. Om de vierde te betalen is 8, de vijfde is 10 en 6 is 10, etc. Je kunt hier je specialisatie nog groter maken. Als je courage nog eentje omhoog doet, dus je gaat van 2 naar 3, dan krijg je een ability erbij. En daarmee mag je dus kiezen uit, nou, we zijn in Courage omhoog gegaan, uit deze kaartjes. Die zijn allemaal dubbelzijdig. En daar mag je er dus eentje van kiezen om die eigenschap toe te voegen aan jouw karakter. En die leg je hier dan onder. En op die manier heb je je ability nog hoger. En daar zou je dus ook meerdere kaartjes onder kunnen leggen. Als je maar blijft betalen met experience points. Dus dat is wat je met experience points kunt doen. En daarnaast kun je je deck opwaarderen. Daar ga ik zo meteen naar kijken. Laten we eerst maar eens een stukje combat, dan wat diplomacy doen, zodat jullie een idee hebben wat daar allemaal bij komt kijken. Als je op een gegeven moment een encounter krijgt, dan pak je de bovenste encounter kaart. Ik leg deze eventjes aan de kant. In dit geval krijg je, dat spel geeft aan welke kleur encounter je krijgt. Laten we gewoon even beginnen met een groene encounter. Als je dit spel de eerste keer speelt, heb je overal bovenop liggen your first encounter. Die zijn allemaal hetzelfde, die zijn lekker makkelijk. En daar staat in het groen het een en ander op uitgelegd. Maar dit is de encounter die we gaan doen voor ons voorbeeld. Het feit dat hier rode blokjes op liggen, betekent dat het een combat encounter is. Dus wij pakken ons eigen combat deck. En op zo'n combat kaart, op zo'n encounter kaart, zie je hoeveel levenspunten die heeft. De tegenaanvallen, de opportunity attack en wat je krijgt als loot. En verder zie je hier een aantal symbolen met pijltjes en je gaat een ketting maken. Je gaat de kaart uit je hand gebruiken om hierop aan te sluiten om door te chainen. Nou, is het wel heel belangrijk om te kijken naar de symbolen die erop staan. Dus nu zie je die 1 beer, 1 evenzwijn en 1 aal en een magisch symbool. Dat betekent dat je daarop kan aansluiten als jij tenminste als character 1 in aggression hebt, 1 in courage hebt en 1 in practicality of meer. Heb je bijvoorbeeld een character wat geen blokje heeft in beer, dan kun je daar niet op aansluiten, want die skill heb je niet. En je zult ook zien dat sommige kaarten, die hebben een dubbele afgebeeld. Dus dat betekent dat je minstens 2 blokjes in die attribute moet hebben om daarop aan te kunnen sluiten. Hoe ziet de combat eruit? Stap 1. Je pakt je combat deck. Je pakt de bovenste 3 kaarten op hand. En je gaat kijken naar de enemy traits natuurlijk. Nou, sommige enemies hebben traits hierop staan. En dat zijn allemaal eigenschappen. Zoals die hier op de reference kaart staan uitgelegd. Die invloed hebben op het spel. Die heeft geen traits. Ik zal even kijken of ik een voorbeeldje voor jullie kan pakken. Hier zo. Bijvoorbeeld deze pack of strays. Die hebben horde. Dus dat is een ability waar je even rekening mee moet houden. Dat is de setup. Zo begint de combat. Dan ga je als karakter activeren. Allereerst doe je delayed abilities. Sommige kaarten hebben zo'n zandlopersymbool erop. Dat betekent dat je zo'n marker erop legt. En aan het begin van een combat ronde wordt die marker weggehaald.
En dan doe je het effect, in dit geval gain two wounds. Dus je doet twee verwondingen. Het is een beetje gekke terminologie, maar je went er snel aan. Maar dat zijn die zandlopers, delayed effects. Die hebben we niet, dus dan mogen we één kaart spelen. En extra kaarten als daar het bliksemsymbool op zit. Nou, wat we natuurlijk willen doen is damage. Ik zou bijvoorbeeld deze kaart kunnen spelen. Wat je moet doen is ervoor zorgen dat er in ieder geval één aansluiting is. Zodat de kaart doorgaat. Jullie zien dat ik nu 1, 2, 3 aansluitingen heb. En nogmaals, een aansluiting is alleen geldig als je ook daadwerkelijk de juiste hoeveelheid trades hebt. Dus heb jij 0 blokjes in aggression, dan is dit geen valide aansluiting. Dus dan gaat die ability ook niet af. En dan ga je de abilities afhandelen die erop staan. Allereerst kijk je naar de kaart. Sommige kaarten hebben een symbool waarop staat dat je dat gelijk moet doen. Dat is deze. Als je dat ziet, moet je gelijk het effect doen wat hier staat. Dat symbool staat er bij mij niet op, dus dat skippen we. En dan gaan we gewoon kijken naar de effecten. Ik heb 1 aggression en dat betekent dat ik 1 damage doe. Dus ik leg 1 marker erop. Dit symbool, dat is dat gele symbool dat je extra kaarten mag spelen, is nu niet belangrijk. En ik doe 1 keer 1 damage vanuit de onderste ability. Dus die leg ik erop. En dan mag ik nog meer kaarten spelen. Ik zou bijvoorbeeld deze kaart kunnen spelen. Omdat dat de tweede kaart is, moet ik dat gele bliksemsymbooltje erop hebben staan. En dat moet ook aangesloten zijn. Nou, dat heb ik nu aangesloten. Ik heb 1 courage, dus dit is een correcte verbinding. En dat betekent dat ik 2 keer dit symbool krijg. En dat betekent dat ik 2 nieuwe combat kaarten mag trekken. Dus dat is wel lekker. Hier staat weer niet dat pijltje omlaag symbool, dus dat gebeurt op dit moment niks. Nou, dan mag ik nog een derde kaart aanleggen. Dan zou ik heel graag deze kaart aan willen leggen. Want dan doe ik 1 damage en 2 damage, dan is die dood. Alleen, elke kaart na de eerste kaart moet met een geel bliksempje verbonden zijn. En dat is deze kaart niet. Dus ik kan deze niet aanleggen. Heb ik een kaart die ik wel zou kunnen aanleggen? Even kijken. Nee, deze past hier ook niet op. En ook deze kan ik niet aanleggen. Nog even voor je beeldvorming, negeer even dit stukje. Magie, zelfs als dat gelijk aansluit, kun je alleen maar gebruiken als je een blokje magie vanuit je spelersbord aflegt om dit te activeren. Anders werkt het niet. Dus ik kan op dit moment even niks meer doen. Nou, dan is mijn beurt klaar. Dan gaan we kijken naar de vijand. Die heeft hier een klein tabelletje. Als die 0 tot 2 verwondingen heeft, dat heeft hij, heeft 2 verwondingen, dan doet hij 1 damage. Dat is een skull ability, dat is de monster ability. Mijn laatste kaart die open ligt, die is actief. Daarvan mag ik de speciale eigenschap gebruiken. En daar staat op, als er een skull is, prevent one wound. Dus hij zou me 1 verwonding doen, maar dankzij deze kaart negeer ik die ene verwonding. En dan is het klaar. En dan gaan we naar het einde van de ronde. Je legt kaart af als je er meer dan 3 op handen hebt. Heb ik niet. Dan trek je 1 kaart erbij. En dan ga je naar de volgende beurt. We blijven wel doorgaan met deze chain. Dus de kaarten die we spelen blijven hierop door chainen. Alleen nu hebben we het voordeel dat de eerste kaart weer die we spelen, daar hoeft dat gele symbool niet op te zitten. Eens kijken of we daar een beetje een leuke setup van kunnen maken. Dit sluit aan, de rest niet, maar dat maakt niet uit. Ik heb geen geel bliksempje, maakt niet uit, het is de eerste kaart die ik speel. Ik heb wel dit symbool. Ik krijg 1 damage voor elk volledig magie blok wat ik gemaakt heb. Nou, dat is 0, dus dat is jammer. Dus ik doe alleen maar de onderste ability en dat is weer 1 damage. En dan ga ik kijken of ik weer verder kan chainen. Ik heb het bliksemsymbool weer verbonden, dus deze kaart mag. Ik zou het ook op deze manier kunnen doen, maar dan had ik een magie moeten betalen. Die heb ik niet. En in dit geval krijg ik weer 2 kaarten. En nou hoop ik toch echt er een einde aan te kunnen breien. Ik leg deze kaart neer. Ik heb wederom het gele symbool verbonden. Je mag dit zo lang doen, zolang je maar die verbindingen kan maken. Dit is niks keer 1 damage, dus dat gebeurt niet. Magie sluit niet aan, maar de bovenste zegt 2 damage. Hij heeft 4 leventjes, dus dan maak ik een einde aan dit monster. En normaal gesproken gaat een encounter kaart terug onder op het deck, maar dit zijn je first encounters en die worden uit het spel verwijderd. De resterende kaarten pak je weer en die gaan weer naar je stapeltje toe. En je krijgt natuurlijk de bonus die hier onderaan staat, 1 voedsel. Dus ik pak 1 blokje en dat leg ik hier in mijn voedsel. En sommige vijanden geven ook experience points, wealth, whatever.
Nou, dan hebben we ook nog de diplomatiekaarten. We werken eigenlijk op dezelfde manier. In het basisprincipe. Alleen zie je dat je hier een klein spoor hebt. Je legt een marker in het midden op de grijze startpositie. En waar we hem naartoe willen hebben is de bovenste groene positie. En waar we hem niet naartoe willen hebben is de onderste rode positie, want dan falen we. Voor de rest werkt het op dezelfde manier als de combat. Je trekt alleen in dit geval natuurlijk niet je combat kaarten, maar je diplomatie kaarten. Je gaat kijken of er eventuele effecten zijn die van tevoren van kracht zijn. En ook hierbij ga je weer aansluitingen maken. Alleen in plaats van dit soort rode blokjes wil je nu dit soort symbolen zien. Die geven een stapje omhoog, zoals je hier kan zien. En natuurlijk gewoon pijltjes omhoog. Dus ik kan bijvoorbeeld deze kaart hierop aansluiten. Is dat een goed idee? Dat is op zich geen slecht idee. Die kan ik hierop aansluiten. Nou, eerste kaart. Dus deze symbolen maken in principe niks uit. Ik krijg één keer een stapje omhoog. Zoep. Ik zou nog een extra stapje omhoog kunnen doen als ik een magie zou betalen. Nou, die heb ik nog steeds niet. Maar ik krijg wel onmiddellijk, dat was ik even vergeten, één terror door deze kaart te spelen. Kan ik hier nog iets op aansluiten wat handig is? Ja, ik zou deze kunnen aansluiten. Het voordeel van deze kaart is dat hij de stap omlaag negeert omdat ik daar een rood kruis heb. Ik heb een correcte verbinding voor een tweede of derde of vierde of vijfde kaart. Ik krijg onmiddellijk twee charges. Charges komen op deze kaart te liggen. En ik kan één charge betalen om deze één omlaag te doen. Maar dan krijg ik wel weer twee kaarten voor. Deze kan ik namelijk niet aansluiten. Nou, laten we het gewoon doen. Ik betaal een charge. Gaat deze één omlaag, krijg ik in ieder geval weer twee kaarten erbij. Nou, dat is niet heel verkeerd. Dat is mooier als ik die daar kan aanleggen. Nou, dan leg ik deze kaart aan. Die doet niet zo heel veel. En je ziet ook, de meeste kaarten hebben dat balkje hier staan. Maar kaarten met een charge erop, die hebben de tekst in het midden. Die blijven ook open en beschikbaar als je doorgaat met kettingen. Maar ik mag in ieder geval doorgaan. Ik heb geen magie, dus dat krijg ik niet. Als deze kaart vernietigd wordt, één omlaag en trek een kaart. Nou, dat gaan we even voorkomen, want ik wil deze erop aanleggen. En die zegt, één keer stapje omhoog. Het symbool is een stapje omhoog. Het symbool is een stapje omhoog. En dan zit ik bovenaan en dan heb ik deze verslagen. Dus dat ging vrij makkelijk. Houd er rekening mee, niet elk karakter is even goed in combat dan wel diplomacy. Niamh, zoals jullie zagen, heeft 1 punt in elk van de 6 attributes. En ook haar decks zijn redelijk gebalanceerd. Ze is een beetje een allrounder. Maar je hebt ook combat characters en diplomacy characters. Daar moet je even rekening mee houden. En combat zit in groen, wit en paars en diplomatie zijn de blauwe. Nou, deze is voltooid. Het gaat allemaal weg. De loot, even kijken, reward 1 reputatie. Dus ik ga mijn bordje er weer bij pakken. 1 reputatiepuntje erbij. Zo kan ik dus ook aan mijn reputatie komen. Mijn kaartje is weer terug. Dit is weer een start encounter, dus die verdwijnt uit het spel. Maar dat is combat en diplomacy. Een paar dingetjes in zijn algemeenheid daaraan toevoegend. Je trekt 3 kaarten aan het begin. Als dat je niet bevalt, mag je ze afleggen. Dan pak je 2 kaarten. En als dat je niet bevalt, leg je ze af, pak je 1 kaart. Dus zo kun je eventueel je hand aan het begin een beetje aanpassen. Iets anders wat belangrijk is. Als je geen enkele kaart gespeeld hebt tijdens een combat ronde, dan krijg je de opportunity die op de kaart staat. Een opportunity, in dit geval runaway, maar dat kan ook damage zijn of threat of whatever. Dus dat staat er ook nog een keer op. En je kunt er ook voor kiezen als je een combat tegenkomt om te zeggen, nope, daar gaan we niet aan beginnen. Want er zitten ook monsters tussen waarvan je denkt, nee, zeker als je bijvoorbeeld niet zo sterk bent in combat en je deck is nog niet echt opgewaardeerd. Dan kan het maar zo zijn dat je zegt, nou, daar gaan we niet aan beginnen. Dan betaal je 1 energie. Je krijgt de opportunity over je heen die op de kaart staat, maar dan ga je er vandoor. En dan kan je echt wel aanraden om bij sommige monsters te zeggen, nope, en dan pleit te wezen. En als het geen guardian is, wordt hij gewoon onderop de stapel gelegd. En ben je er vanaf. Guardians zijn iets irritanter, die zoals je ziet, zoals ik in het begin al zei, die blijven op het bord. Er zijn een paar miniatuurtjes voor en die bewegen dus, die kunnen achter je aankomen. Staan ze weer bij in het vakje, dan moet je weer met ze liggen knokken. Maar dat is de combat, zeker de diplomacy. Als je experience hebt, kun je voor 2 experience een kaart kopen.
Je pakt de bovenste drie kaarten. Daarvan mag je er eentje kiezen en die voeg je toe aan je deck. Daarbij mag je ook weer een kaart uit je deck halen. Mijn deck heeft wel een minimum aantal van 15 kaarten. Dus je begindekje drie keer raden hoe groot dat is. Maar ja, soms is het handiger om je deck ook groter te hebben. Want ja, is het leeg, dan moet je het, wordt het niet opnieuw geschud. Je moet het echt doen met de kaarten die je hebt. Maar sommige kaarten zijn misschien niet fijn omdat ze... bijvoorbeeld twee aggression vereisen, dat heb ik niet, daar wil ik me ook niet in specialiseren. Dus dan ga ik die kaart eruit halen en vervangen door een betere kaart, zodat ik een betere chain krijg. Maar zodra we al onze actiepunten hebben besteed, gaan we naar de derde en laatste fase, dat is het einde van de dag. We gaan rusten. Aan het einde van de dag moet je een voedsel eten. Moet is een groot woord, maar wel het advies. Als je een voedsel eet, verlies je 1 terror en krijg je 1 health. Als je die tenminste kan gebruiken. Heb je geen voedsel, dan gaat je energie naar 0. En je verliest 1 health. Dus het is wel heel erg belangrijk om voedsel te eten. Zoals ik al zei, als je in exhaust zit en je eet voedsel, heal je terror en je krijgt energie terug. Plus 4, 1, 2, 3, 4. Zit je in het zwarte gebied, ga je gewoon automatisch terug naar 6. Nou, in mijn geval gaan we gewoon lekker naar 6. Dan gaat je, dan mag je je experience points gebruiken om dus kaarten te kopen ofwel attributes te verbeteren. Je mag je deck modifieren, kaarten erin, kaarten eruit, aanpassen naar keuze. En als je in een locatie met een dream icon bent, dat is ook het mooie van de app, die onthoudt de meest recente locaties waar je bent geweest. Dus je kunt gewoon zo 101 klikken. We zijn in een dream location, dan klik je op het dream icoon en dan krijg je een droom. Ook dat gaat ze weer voorlezen. Of je krijgt een nightmare. En een nightmare krijg je op het moment dat je hier op Gone Insane zit. Dus als je terror track te hoog is. Ook dat ga ik niet verklappen wat hier allemaal staat. Dat is veel te leuk om zelf te ontdekken. En dan beginnen we de volgende dag. En dat begint weer met manners die leeg zijn verwijderen. De manners die er nog staan, 1 klik doorschuiven. Reveal de eventkaart. Nou, dat is de bovenste eventkaart van het chapter. We lezen wat erop staat, enzovoort, enzovoort. Dus een over het algemeen eventkaart in de chapters die dan weer random events erbij zetten. Ja, dan voer je gewoon uit zoals dat erbij staat, maar dan wordt die stapel weer wat groter. En zo avontureren we ons een weg door Avalon. En gaan we ontdekken wat is er nou precies gebeurd. En proberen we natuurlijk de quest die wij hebben gekregen te voltooien. En te kijken hoe we daar zo snel mogelijk achter kunnen komen. En terwijl we dat doen, krijg je hier en daar de nodige kennis. En die markeer je hierop. Het spel zal dan op bepaalde momenten ook weer vragen van joh, heb je kennis huppeldepup? Ja of nee? En dat maakt ook weer een verschil met welke antwoorden en reacties je krijgt. Terwijl we dat doen, moeten we natuurlijk wel opletten dat we genoeg voedsel hebben. Onze reputatie wat hoger. Experience en magic verzamelen. Je moet je health, je terror en alle dingen in de gaten houden. En jezelf natuurlijk steeds verder verbeteren. We kunnen soms items vinden. Items zijn er globaal in 2 soorten. Je hebt de C-items, dat zijn eigenlijk de beginner-items. Dan zie je hier zo'n C'tje staan. En je hebt de gewone items waar die C niet op staat. Ook daar kan het spel af en toe aan refereren. En als we secrets krijgen, die zijn allemaal genummerd op de rug. En dan zoek je de juiste secret erbij. Die pak je en die leg je open neer. En daar staat dan ook weer op wat je gaat doen. Er is heel veel te ontdekken, maar zo speel je in ieder geval het spel. De basic mechanics zijn energie. Voor de diverse acties, verplaatsen, ontdekken, de verhaaltjes doen, manage, activeren, whatever. En combat is aan de hand van deze 2 soorten dekjes, waarbij je kettingen gaat maken. En zo probeer je ofwel de marker of het blokje naar boven te krijgen of een aantal verwondingen te doen. En zo speel je hoofdstuk na hoofdstuk verder en probeer je uiteindelijk verder te komen. Belangrijk, of tip van mij, aan het einde van elk hoofdstuk schrijf eventjes op waar je bent. Mocht het fout gaan in het volgende hoofdstuk, en het kan in dit spel zo fout gaan dat je sterft en dan moet je opnieuw beginnen. Dan heb je in ieder geval een punt waar je op terug kan vallen en dan kun je het hoofdstuk opnieuw proberen. Maar zo wordt Tainted Grail gespeeld. Ik ben helaas een beetje teleurgesteld in Tainted Grail. Het is een spel wat ik heel graag heel erg tof zou willen vinden. En bepaalde aspecten zijn ook geweldig. De vormgeving is schitterend gedaan. Het avontuur wat je beleeft. Het verhaal wat er in dit spel verstopt zit. En waar je allemaal doorheen gaat. Dat is een schitterende ervaring om doorheen te gaan. En het is echt een heel boeiend en goed geschreven verhaal. Waar ik echt heel veel plezier uit heb gehaald.
Het avonturieren, het beter worden, het ontdekken wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat gecombineerd met de app waarin alles fantastisch voorgelezen wordt, verteld wordt. En het schitterende artwork op de kaartjes, de prachtige miniaturen. Het maakt dat dit spel gewoon echt heel goed uit de verf komt qua hoe het eruit ziet en hoe het zich presenteert. Maar ik heb één groot probleem met dit spel en dat is het combat/diplomacy mechanisme wat erin zit. Het voelt niet als een geïntegreerd component in het spel. Je bent een verhaal aan het doen en het rust echt heel zwaar op wat er allemaal gebeurd is in het ontdekken en het uitpluizen van wat is er nou gaande. Het verhaal is echt het hoofdcomponent van dit spel. En af en toe krijg je dan een encounter. En dan wordt dat onderbroken. En de mechanic van het vechten in dit spel, het aanleggen van de symbolen, de verbindingen maken, kijken of je daar combi's uit kan halen. Ik ben wat spellen gewend. Het is niet moeilijk aan de ene kant, hè, kun je symbooltjes aan elkaar knutselen, maar er zitten zoveel dingetjes in en het is zo'n gepuzzel elke keer weer van hoe kan ik het voor elkaar krijgen. Je zult ook zien dat al die vijanden hebben bepaalde counterattacks afhankelijk van de hoeveelheid wounds die ze krijgen. Ze hebben speciale eigenschappen die jou beperken. Het zijn zoveel kleine elementjes waar je rekening mee moet houden. Je maakt vrij gemakkelijk daar een foutje in als je dat niet rustig en overzichtelijk doet. Het breekt voor mij het hele verhaal af en ik ben er alleen maar aan het clearen met hoe kan ik deze battle doorkomen, terwijl ik wil eigenlijk gewoon door met het verhaal. Ik vind het niet erg dat ik een vijand moet verslaan in dit spel. En dat is een onderdeel van het verhaal, dat heb ik totaal geen moeite mee. Maar de manier waarop ik een combat moet doen, of een diplomacy check, met deze kaarten, vind ik haaks staan op de flow van het spel. Je gaat naar locaties, je gaat met mensen praten, je ontdekt het een en ander, je ziet het een en ander. Kut, een encounter. Nou, uit het verhaal, kaart neerleggen, kaartjes erbij pakken, symbooltjes aan elkaar. Het voelt niet als een geïntegreerd onderdeel van het spel. En dat vind ik doodzonde, want dat breekt voor mij elke keer weer mijn concentratie op wat er allemaal gebeurt. En ik vind het eigenlijk bijna een vervelende onderbreking van het spel. En als ik dan zeker kijk naar Etherfields, eigenlijk het vervolg op Tainted Grail, wat ook gestoeld is op voornamelijk het verhaal. Maar het was ook een simpele deckbuilder, maar je hebt in je hand de kaarten, dus je weet al wat je hebt. Daarbij kun je keuzes maken van ga ik de confrontatie aan of niet. Hier is het altijd weer een verrassing wat je krijgt. En het is ook een veel simpeler mechanisme. Niet sluit symbooltjes aan, gewoon pap, 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 pap. En dat maakt dat ik de combat of de confrontaties wel leuk vind. Want ik kan me erop voorbereiden, ik weet wat ik heb. Ik kan de combo's van tevoren al uitdenken. En hier moet ik het maar weer doen met wat ik elke keer krijg. En dat is aan de ene kant een geluksfactor. En aan de andere kant is het gewoon een veel minder soepel mechanisme door dat gepuzzel met die symbooltjes. Dat is iets wat me enorm teleurstelt. Zeker omdat dit, ik ben gek van het riddertijdperk Koning Arthur. De vormgeving en de hele sfeer die dit spel neerzet is echt om van te smullen. Alleen de game mechanic in dat aspect vind ik absoluut niet fijn bij dit spel. En daarnaast, ik had jullie de tip geven om na elk hoofdstuk even te saven. Dat doe ik niet zonder reden. Dit spel kan je gewoon door een genadeloze escalatie van een combat die je bijvoorbeeld niet goed hebt ingeschat of een effect wat net misgaat, afklappen. En daar hou ik ook niet zo van. Zeker omdat je in dit spel soms echt aan het zoeken bent. Hoofdstuk 3, voor degene die het gaan spelen, is een pittige jongen. Het is niet het leukste hoofdstuk, maar dan ben je echt heel veel aan het zoeken. En altijd onder tijdsdruk, omdat je die manners aan wil houden. Je weet soms echt niet waar je naartoe moet. En de clues zijn vaag, dus het is af en toe best wel lastig. En als het dan ook nog een keer gebeurt dat ik kies die optie maar om eens te kijken wat er gebeurt en je wordt daar genadeloos voor gestraft. Ja, dat voelt ook niet helemaal lekker. En dat maakt Tainted Grail in mijn ogen helaas een stuk minder. Dat is jammer, want uiteindelijk betekent dat ik Tainted Grail met al mijn hart heel erg tof wil vinden. Maar uiteindelijk is het meer een taak geworden voor mij om hoofdstukken door te gaan dan dat ik zeg, oeh, ik mag weer en we gaan weer een nieuw verhaal in. Verhalen blijven me boeien, de vormgeving, de sfeer, de aankleding is geweldig gedaan en ik ben ook, ik ga niks verklappen, maar het is geweldig om door dit verhaal heen te gaan en te ervaren van wat is er nou gebeurd, waarom is de wereld zoals die is en super tof.
Maar het wordt onderbroken door een matig combat systeem wat niet past in het spel, in mijn smaak. En af en toe cheap deaths. En dat zijn dingen die ik minder leuk vind. Ik wil het geweldig vinden, maar het aspect wat ik het mooiste vind, het geweldige avontuur. Ik ben gek op verhalen, spellen die mij meenemen naar een wereld waar ik even lekker in een totaal andere omgeving van alles en nog wat ga beleven. Dat doet dit spel tot op een zekere hoogte. Maar door de mechanics eromheen ben ik niet echt gemotiveerd om terug te gaan en moet ik mezelf ertoe zetten om hoofdstukken te spelen. En met een collectie zo groot als de mijne schuif je dan automatisch steeds onderaan de ladder. En dat maakt dat Tainted Grail voor mij een mager zesje heeft gekregen. Spellenzolder.